Ik heb hier twee fantastische mensen, jongeren. Het zijn influencers voor een hele nieuwe generatie, Duncan en Laura. Dus jullie worden ook tot slachtoffer gebombardeerd. Dat is belangrijk, jullie zijn relevant. En er is maar één ding en dat is dat de pleuris uitbreekt tussen jullie publiek en jullie zelf. Ja. Dat is waar het over gaat. Jullie moeten verdacht gemaakt worden naar jullie publiek. Dit is het spelletje. Waarom brengen we dit nu bij Weltschmerz? Omdat het een hele mooie case is om te laten zien wat die mainstream media doet. Want geloof me, al die journalisten die op dit moment voor de televisie hun verhaal doen en mensen inderdaad framen, weten dat het niet klopt. Ja. Ze zijn er voor op de hoogte. Maar deze twee jongeren zijn, terwijl de opnames aan de gang waren, ze hadden al anderhalf uur voor de camera gezeten. Ze zijn opgestaan, ze zijn weggegaan met fikse ruzie met de programmamaker. En ik wil heel graag weten wat de oorzaak van deze wandaad is. Ja. En vanaf september hebben we dus video's gemaakt. En die gingen toen meteen heel erg viral. Ja. Over de spoedwet, maar ook over machtsstructuren en over de coronamaatregelen. Ja, de agenda, de Great Reset. En dat hebben we toen een paar maanden gedaan. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. En heel veel mensen steunden ons en vonden het echt wel goed wat we deden. Ja, en het zette mensen ook aan het denken. Ja, veel bekijks. Heel veel bekijks. Ja. In totaal echt wel miljoenen. Ja. Maar uiteindelijk ook wel veel geframed door de media, als het ware. In veel kranten terechtgekomen. Toen met Zondag met Lubach zijn we uitgezonden. Ja, in de aflevering waar dan alle complotteoristen in Nederland werden behandeld. Ja. En eigenlijk de afgrond in werden gedrukt. Wat je nu ziet is dat er een jongerenprogramma jongeren voor de camera haalt om ze eigenlijk belachelijk te maken. Daar komt het op neer. Ja. Dat gevoel kregen wij. Wij kregen dat gevoel. Je zou kunnen zeggen, als jullie het programma af hadden gemaakt, dan was het een aanfluiting geweest voor jullie publiek. Ja. Daar komt het op neer. Wij moesten hun op hun woord vertrouwen dat zij er iets moois van zullen maken. Nee. Nou ja, we kennen allemaal de NPO. Dus nou het interessante, die Filemon die ken ik nog 20 jaar geleden. Dat hij als een klein broekje zijn eerste programma's ging maken. Ondertussen is het een doorgewinterde goede journalist. Ja, zeker. In principe. Die volgt de aanwijzingen van de redactie, zeg maar. Weet je, ik ben niet gek, ik weet wat ze doen. Maar dit laat zien hoe vals in mijn ogen dit in elkaar steekt. Ja, oké. Maar je komt dan met een conclusie. Ik wil nog eventjes terug. Wat zijn nou, heel concreet, wat zijn nou de momenten dat jij dacht, holy shit, dit is echt, dit gaat te ver. Ik had het al, op het begin was het op een gegeven moment van, ja, dus je zit in een bubbel. En dan moet je meteen alweer gaan ontkrachten waarom jij niet in een bubbel zou zitten. Ik ontken niet dat wij wellicht in een bubbel zitten. Maar dat betekent niet dat jij er niet in eentje zit. Ik stond erbij. Ik dacht, wat is dit? En op een gegeven moment dacht ik ook van, ik begrijp nu heel goed waarom mensen dingen zeggen op televisie die ze eigenlijk niet willen zeggen. Nee. Want je wordt er maar in meegenomen in die sleur van, en dit, en dit, en dit. Ja. Terwijl je hebt geen tijd om het even goed uit te leggen. Want het zijn hele complexe vraagstukken. Dit is iets waar je echt wel dagen voor nodig hebt om het iedereen duidelijk te maken. En ook daarom wilden wij het aan de oppervlakte houden. Dus over de coronapaspoorten, wat we ze allemaal hebben voorspeld. Ja, de dingen die voor de meeste mensen nu zichtbaar zijn. Ja, maar daar ging het dus niet over. Nee. En ze zeggen ook de hele tijd van, ja, je mag gewoon je verhaal doen. Je mag zeggen wat je wil. Maar hij hakt dan heel erg door op die machtsstructuren. En Duncan zei op een gegeven moment, ja, ik wil het hier niet meer over hebben. Want ik kom voor een ander onderwerp. Ja, heel goed. Ja, dus dan ging Duncan door over de mondkapjes. Nee, gaan we het nu niet over hebben, zeggen ze dan. Dus zij bepalen wel wat er gezegd wordt en wat niet. Filemon en ik kregen wel echt een flinke discussie ook. Ja. En daar ging het over? Een neutrale interviewer discussieert niet met zijn gast. Zeker niet wanneer je iemand zijn verhaal wil laten doen. Ja. Althans dat toezegt. Althans dat toezegt, inderdaad. En de discussie ging over, of mondkapjes dan wel of niet werken. Hoe deze machtsstructuur in elkaar zit. En dat Filemon dan ook duidelijk zegt, ik geloof niet dat het zo in elkaar steekt. Ik kan het mij niet voorstellen. Nee, goed, onze meningen verschillen. Ik kan me het wel voorstellen. Maar hij hoort geen mening te hebben. Maar hij hoort geen mening te hebben. Als hij mij vragen gaat stellen over, worden ze dan gechanteerd met het satanisme of wat dan ook?
Ja. Wat moet ik daar dan nog op zeggen? Ja. Hugo de Jonge, Jaap van Dissel, Van Ark, minister, geeft het duidelijk aan. Het werkt niet. Nee, het is gedragsverandering. Het is gedragsbeïnvloeding. 200.000 mensen moeten een week lang één mondkap opzetten. Hè? Dus de hele dag om misschien een besmetting te voorkomen. Ja, dus nee. Ja, dan moest ik hun maar vertrouwen op hun woord dat dat dan wel gebeurt. Ik zei van, ja, maar goed, weet je, wij kunnen jullie daar niet op vertrouwen. En wij zijn al bij Lubach behoorlijk te kakken gezet. Wat wij ook wel behoorlijk onmenselijk vinden. Zeker omdat we nog jonger zijn. Maar juist zou je dan als staatsomroep, hè, wat notabene wordt gefinancierd door ons belastinggeld, zou je dus moeten respecteren dat wij een andere mening hebben en dat wij jongeren zijn. En juist het feit dat ze ons al... het was gewoon een georganiseerde aanval. Weltschmerz krijgt met grote regelmaat van journalisten die bekend zijn van de radio, van tv, et cetera, bemoedigende e-mails van ga door. Ja, weet je? Geloof ik ook. Het is gewoon een idioot verhaal. En ook die Filemon, ik ken hem niet persoonlijk, maar hij is wel het grootste dommertje van de klas als hij het verhaal van onze minister-president nog gelooft.